op kleren. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is eindelijk zover, mijn favoriete seizoen begint. Wat is je poppie? Het is officieel september en dat betekent dat ik al mijn herfstdingetjes neer kan zetten. Dat het weer wat af gaat koelen en dat we... Ik kan toch niet concentreren zo. Yeah! Ga jij vloggen? Wat was ik aan het zeggen? Oh. Weer in de bos, weer in de bos. Oké, poging 2. Wat was ik aan het zeggen? Het is dus september en dat betekent dat het herfstseizoen eraan zit te komen. Echt mijn lievelingsseizoen, zoals jullie misschien nog wel weten van vorig jaar. Ik word er gewoon blij van. Ik vind het gezellig, knus. Kaarsjes aan, warme chocomel drinken. Ik weet niet, ik ben gewoon echt niet van die warmte. Ik kan daar gewoon niet tegen. En ik wil gewoon veel liever met een jas aan lekker wandelen in het bos. Dan dat ik in de zon lig te bakken in mijn bikini. Ik krijg toch altijd de zonnesteek, dus ik heb daar toch niks aan. Deze herfst wordt voor ons natuurlijk echt super bijzonder, want we gaan ons eerste huisje krijgen. Dinsdag krijgen we de sleutel. Voor jullie hebben we dan de sleutel al gehad als deze online komt, maar op het moment dat ik dit opneem, krijg ik dinsdag de sleutel. Heel erg veel zin in. Ik vind het wel heel erg spannend, want er moet ontzettend veel geregeld worden. En ik ben heel erg benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Maar het is dus een herfst van klussen, dingen regelen en in het weekend eigenlijk vooral in het huis bezig zijn. Wat helemaal prima is, maar ik hoop wel dat we nog een beetje soort van rust kunnen vinden en af en toe lekker naar het bos kunnen gaan en niet soort van alleen maar binnen gaan zitten. Maar daar heb ik zelf natuurlijk ook invloed op. Maar dit is dus wel mijn eerste herfstvlog. Heel erg leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ik ga sowieso even naar de Ranzijn. Ik weet niet of ze daar veel herfstspulletjes hebben. Ik hoop het wel, maar volgens mij is het voornamelijk planten. Maar ik hoop dat ze gewoon een paar stellages met wat leuke herfstspullen hebben. Ook heb ik een pakketje binnen gehad van een sieradenmerk. Dit heb ik al opgenomen en dat stop ik in deze vlog. Want ik vind dat heel leuk om erbij in te doen. Maar dat zijn dus deze sieraden, die gaan jullie zo meteen zien. Ik wilde dat bewaren voor deze vlog, maar ik wilde ook weer niet wachten. Want ik had heel erg zin om die sieraden te gaan gebruiken. Dus ik dacht, die neem ik gewoon alvast op. Maakt toch niet echt uit. En ik heb mijn herfstdoos achter de kast vandaan getrokken. Nu weet ik dat heel veel mensen soort van teleurgesteld zijn in deze zomer. En daarom misschien nog een soort van nazomer hopen. Maar ik hoop dat er in ieder geval een paar meiden zijn die dit kijken. Die net zo gek zijn op herfst als ik. En die hier ook van genieten om gewoon weer helemaal in dat herfstseizoen te komen. Laat in ieder geval weten wat jullie van deze video vonden. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook geen comment achter te laten en een like te geven. Dat helpt mij enorm, zoals jullie weten. En dan gaan we gewoon lekker beginnen met deze herfstvlog. Oké, ik ga de herfstdoos als eerst doen. En daarna ga ik pas het stukje laten zien van de sieraden. Maar dat betekent dus dat het klopt dat bij dat sieradenstukje, unboxingstukje, er dus geen herfstspulletjes staan. Want die heb ik dus al opgenomen. Maar goed, ik kan niet wachten, dus ik ga dit als allereerst doen. Dan komen we tenminste allemaal meteen helemaal in het herfstgevoel. De kamer is niet heel erg netjes, maar dat is dus omdat ik eigenlijk niet heel erg gemotiveerd ben om op te ruimen. Nu ik weet dat we toch gaan verhuizen. Ik vind het gewoon heel moeilijk om de boel dan nog netjes te houden. Want ik weet dat over 2 maanden alles toch in dozen gaat. Dan kun je je natuurlijk afvragen, heeft het dan zin om de kamer te gaan aankleden? Maar ik heb ook zoiets van, ik leef nu, ik besta nu. Dus ik wil nu ook gewoon genieten. En ik zou het heel jammer vinden om dit jaar mijn herfstspullen niet te kunnen gebruiken. Dus we gaan er gewoon lekker doorheen. Ik heb natuurlijk heel veel kussens, dat wist ik nog. Daarvan moet ik heel even kijken wat ik daar straks mee ga doen. En ik heb dit heerlijke kleedje. Echt amazing. Ik denk om heel eerlijk te zijn dat ik die gewoon naast mijn standaard kleed ga houden. En dat ik die niet weg ga doen. Deze heb ik vorig jaar gemaakt. Ik weet niet of jullie die video hebben gezien. Maar ik had bedacht om een soort DIY te doen. En had ik dus van die pumpkin kussens gemaakt. Dit was zo leuk om te doen. En ondanks dat ze een beetje uit elkaar vallen, was dit wel echt een hele cute DIY. Dus ik zou hem wel echt aanraden. Als je wil weten hoe je dit maakt, maar dan zou ik dit dus wat mooier maken. Maar als je wil weten hoe je dit maakt, ga dan zeker die video kijken. Daarvan heb ik er nog één. Deze had ik gemaakt en Thomas had die andere gemaakt. Ik had dus met dit frubbelig los. Ja, ik vind dit helemaal gezellig. Ga je er net doorheen knagen? En ik had nog een kussen, dat is deze velvet. Ik heb deze ook in het roze, maar die heb ik nu alsnog niet liggen. Maar dit zijn dus alle oranje kussens en kleedjes die ik heb. Ik vind altijd dat dit echt al een enorm verschil maakt om een beetje dat herfstgevoel te krijgen. Omdat die oranje details maakt het gewoon meteen helemaal fall autumn.
Maar dan heb ik natuurlijk ook allemaal spulletjes nog. Deze vind ik heel leuk. Deze ga ik denk ik nooit aansteken, omdat ik het gewoon meer decor vind. Ik ga alles gewoon even hier op tafel zetten. En dan verzin ik straks wel waar ik het ga laten. En ik had deze kaars vorig jaar. En die had ook een oranje kleur. Dus ik dacht, die doe ik gewoon bij mijn oranje stapel. Deze vind ik ook zo mooi. Als je daar dus een vaccinelichtje in doet, dan zie je dus dat patroontje erin heel goed. En dat zijn dan allemaal paddenstoeltjes. Ik vind dit echt heel leuk. Ik heb dit ook met kerst. En deze pompoen had ik. Ik vind dit ook zo leuk. Hier gaat dus ook een kaarsje in. En dan zet je hem zo neer en dan komt er licht doorheen. Ik vind dit echt te cute. Ik probeer altijd niet te veel troepjes te kopen. Maar wel als ik dan iets koop, dat ik het ook echt daadwerkelijk heel erg leuk vind. Ik kan ook echt niet wachten tot we in ons nieuwe huis zitten en ik dus een veel groter oppervlakte heb om aan te kleden. Want nu is het natuurlijk deze hele kleine kamer. Maar dan heb ik gewoon een heel huis. Ik kan er echt niet op wachten. Oké, wat hebben we nog meer? Dit vaasje waar je dan een kaars in kan zetten. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Helemaal schattig. En dit is echt een van mijn favorieten. Dit is dus een beeldje van een vos. Volgens mij heb ik deze bij de Xenos gekocht. Maar ik vind hem zo ontzettend schattig. Echt heel erg cute. Een van mijn favoriete stukjes. Oh, deze is ook zo leuk. Ik ben dus heel erg van de beukennootjes verzamelen en zo. En ik zocht daar dus iets voor waar ik dat op kan leggen. Volgens mij heb ik deze vorig jaar helemaal niet gebruikt. Want het label zit er nog aan. Maar hoe schattig is dit? Ik vind dit echt amazing om op tafel te leggen. Deze is ook zo ontzettend schattig. Kijk nou. Heel erg leuk. Ik heb ook nog deze slinger. Maar zo te zien moet ik die even uit elkaar halen. De ene is met lampjes. En de ander is met van die schattige pompoentjes. Dit ga ik nog even uit elkaar halen. En dan ga ik dit allemaal lekker neerzetten. En dan is de kamer helemaal herfst. Oké, ik moet nog even kijken waar ik deze ga laten. Hij staat hier op zich wel leuk, maar misschien wordt het een beetje te vol hier dan. Luna zit er doorheen te knagen trouwens. Maar verder staat alles. Negeer dus die schoenenzooi. En ik vind het helemaal gezellig. Ik heb een pakketje binnen van een sieradenmerk en ik heb hier nog nooit van besteld. Dus het leek me leuk om deze te unboxen op mijn kanaal. Ik heb 2 dagen geleden op hun website sieraden besteld en nu zijn ze al binnen, dus 2 dagen later. Daar ben ik al heel erg enthousiast over, want hoe sneller dingen binnen zijn, hoe lekkerder dat is. Ik was namelijk al een tijdje op zoek naar mooie sieraden, want ik ben een aantal sieraden kwijtgeraakt. En ik wilde heel graag sieraden die waterbestendig waren. Van in ieder geval die niet verkleuren. En nou ja, toen ik dat ging googlen kwam deze website omhoog. Dus ik hoop dat het niet een soort van false advertising was. En dat het ook daadwerkelijk goede producten zijn. Maar daar gaan we vanzelf achter komen. Ik heb uiteindelijk 6 sieraden besteld volgens mij. En in totaal €65 betaald. Want er was een sample sale waardoor een aantal producten maar een paar euro waren. Volgens mij rond de €5 tot €10. Dus echt wel flink goedkoop. Maar ik had gewoon zin om mezelf lekker te verwennen. En ik koop eigenlijk nooit sieraden voor mezelf. Ik vraag dat soms wel voor mijn verjaardag of zo. Maar ik had een aantal sieraden die ik gewoon al een hele lange tijd wilde hebben. En
nu had ik zoiets van, weet je wat, ik ga het gewoon lekker voor mezelf kopen en mezelf gewoon een keertje verwennen en een cadeautje voor mezelf kopen. Het merk is Finaste. Geen idee hoe je het uitspreekt. Ik kende het ook niet. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord, maar het kwam gewoon in mijn Google omhoog. En toen dacht ik van, waarom niet? Ik probeer het gewoon. Het is in een brievenbuspakketje binnengekomen. En er zitten er 6 sieraden in, als het goed is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zal hem zo openmaken, dan kunnen jullie het zien. Oh, er valt van alles uit. Nou, er zitten natuurlijk altijd eerst reclameblaadjes in. En een 20% korting voor je volgende aankoop. Nou, dat is altijd chill. Het zit in ieder geval wel mooi ingepakt. Want het zit echt in zo'n zacht creppapiertje met een stickertje erop. Dus ze doen in ieder geval wel de moeite voor de verpakking. Er zitten allemaal kleine doosjes in. En er zit nog een tasje bij. Dat was volgens mij omdat ik iets van 30 euro had uitgegeven. Of 50 euro had uitgegeven. Maar dan kreeg je er een tote bag bij. Nou ja, die zijn altijd handig als je de stad in gaat of op vakantie gaat. Dus ik vind dat hartstikke leuk. Ik vind deze ook oprecht best wel leuk omdat die grijs is. En er een beetje een structuurtje in zit. Dus niet zo'n standaard witte is. Zo heet dus het merk. Ik kan het niet uitspreken. Misschien ken je het, misschien ken je het niet. Maar dit is het merk. Ik heb dus 6 producten besteld. Maar eentje zit niet in een doosje. Maar dat gaf ze al aan op de website omdat die dus van de sample sale is. En er dan dus geen doosje bij zat. En die was dus ook maar 5 euro. Maar dat is helemaal prima, want ik heb gewoon een grote sieradendoos waar ik al mijn sieraden in bewaar. Dus die kleine doosjes heb ik toch niet nodig. Ik ga ze gewoon 1 voor 1 pakken en laten zien wat ik heb gekocht. Het eerste sieraad zat dus niet in een doosje. En dat is een heel simpel kettingtje dat ik had gekocht. Dat is een, als het goed is, een wat langer kettingtje. Een van mijn grootste onzekerheden is namelijk dat ik best wel een wat dikkere nek heb. Dat heb ik nou eenmaal van mijn familie geërfd. Het is niet anders. Maar dat betekent heel vaak dat kettingen bij mij te strak zitten. En een soort van een beetje zo choking worden. En dat ik altijd heel erg goed moet opletten dat kettingtjes lang genoeg zijn. Dit is hem. Het is een soort van heel fijn schakelkettingtje. En dus heel erg lang. Hij voelt in ieder geval wel gewoon echt gewichtig en stevig aan. En niet van plastic of zo. Ik vind hem heel erg leuk. Hij is dus bij mij lekker lang. Ik vind dit in ieder geval echt heel erg mooi. In het tweede doosje zit nog een kettingje. Ik had 2 kettingjes besteld, 2 ringen besteld en 2 paar oorbellen besteld. En dit kettingje heeft een hangertje. Er zit dus een wit steentje op. En als het goed is, is deze ook net even iets langer. Niet zo lang als deze, maar wel niet zo heel erg kort. Ik vind hem nu al echt heel erg leuk. Het voelt echt een beetje als kerst. Alsof ik mezelf een soort van allemaal kerstcadeautjes heb gegeven. Even kijken. Oké, in het volgende doosje zitten oorbelletjes. Maar volgens mij is de een groter dan de ander. Dus daar moet ik heel even achteraan. Want volgens mij is dat niet de bedoeling. Ze waren niet super duur, maar best wel gek. Kijk, als ik ze zo vasthoud, dan zie je dat de een dus korter is dan de ander. De een is echt kleiner dan de ander. Dat is wel een beetje minder. Maar goed, ik hoop dat de rest wel gewoon oké is. Volgende zijn de andere oorbelletjes die ik heb gekocht. Die zijn wel gewoon hetzelfde formaat. Dat zijn deze. En het idee was dan dat ik deze als grote oorbel kon dragen en deze dan bij mijn tweede gaatje. Ik zal ze heel even indoen. Oké, en nu zitten ze in. Maar dit zijn dus de kleinere oorbellen. En ik had dus ook die grotere besteld. Maar die zijn dus echt een beetje raar. De laatste 2 doosjes zijn dus 2 ringen. Moet ik wel het doosje ook krijgen? Dat is deze. Ringen vind ik heel spannend. Want ik wist dus niet goed welke maat ik moest nemen. Dus ik heb het er maar een beetje op gegokt. Want ik heb dus al 2 ringen om mijn ringvingers heen. Dus ze moesten wel iets groter zijn. Dus ik heb het echt op de gok gedaan. Ik weet het niet, jongens. Bij deze is het, had ik dus een hartje gedaan. Maar ik weet niet of je dat op camera ziet. Het hartje zit dus scheef geplakt. Je ziet echt dat ik een beetje teleurgesteld ben. Hij is wel gegraveerd, maar het hartje zit gewoon scheef geplakt. Oké. Ik ga de laatste ring doen en dan ga ik bij die oorbellen en die ring er even achteraan. Want het is wel een beetje een teleurstelling. Als laatste ring heb ik deze gekocht. Dat is een wat dikkere ring met hartjes erop. Vond ik heel erg schattig. Nou, die zit wel gewoon helemaal mooi. Dus die is wel heel erg leuk. Ik ben wel heel blij met mijn kettingtjes en met die kleinere oorbellen en dan deze ring. Maar die andere ring is dus scheef. Dus dat is wel een beetje gek. En de oorbellen zijn dus allebei een andere maat. Dus nou ja, daar ga ik nog even achteraan. Zou ik hier nog een keer bestellen? Nee,
sorry, dat niet. Maar er zitten wel echt leuke dingen tussen. Maar je wil wel, als je iets bestelt, dat het wel gewoon is wat je bestelt. En niet dat er allerlei dingen niet aan kloppen. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd of het een beetje tegen water kan. Of dat dat dan tegenvalt. Maar daar moeten we met de tijd gewoon achter komen. Voor nu ben ik met mijn kettingtjes in ieder geval heel erg blij. Het is wat het is. Ik wil wel nog heel even zeggen, de klantenservice was echt amazing. Want ik had meteen een mailtje gestuurd in de avond. En de volgende ochtend had ik een reactie. En de dag daarna had ik de twee producten die niet goed waren, nieuw in mijn brievenbus. Daarnaast is het nou eenmaal een wat goedkoper merk, dus kan ik natuurlijk ook niet verwachten dat het helemaal perfect en prachtig is. Het is in ieder geval waterproof, dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ja, als je voor 10 euro een ring koopt, is de kans dat er iets mee is natuurlijk gewoon groot. Daar ben ik me wel bewust van. Ze hebben wel echt hele leuke sieraden. Dus als je het niet erg vindt als het af en toe niet helemaal perfect is, is het wel echt een hele leuke winkel. Dus ik neem terug dat ik er niet nog een keer zou bestellen. Want ik ben nu al aan het kijken naar armbandjes. Dus de kans dat ik er nog ga bestellen is best wel groot. Een van de dingen waar ik altijd het meeste naar uitkijk, jongens, is naar de tuincentrums gaan en kijken of ze daar leuke spullen hadden. Dus dat ben ik ook als een van de allereerste dingen gaan doen, om even helemaal in de herfstvibes te komen. We kozen ervoor om naar de Ransijn te gaan, omdat het gewoon lekker dichtbij is. En nou ja, dat was eigenlijk de enige reden. Maar ik kwam er al heel snel achter dat ze eigenlijk heel weinig spulletjes hadden. En eigenlijk voornamelijk planten, dus dat viel best wel tegen. Ze hadden wel een paar spulletjes, maar niet echt dingen met pumpkins of met autumn of val erop. Ook geen mokken en dat soort dingen. Ik denk dat je eigenlijk dan eerder naar de intratuin moet gaan. Maar goed, die zit dus niet in de buurt, dus daar waren we niet naartoe. Wel hadden ze deze hele schattige kussentjes. Heb ik niet gekocht, want volgens mij heb ik al heel veel kussens. En komen ze uiteindelijk altijd op de grond terecht. Maar wat ik wel kon doen, waar ik heel erg enthousiast over was, is even lekker aan alle geurkaars ruiken. Want daar krijg ik altijd meteen een herfst-kerstgevoel van. Ik ben gewoon echt obsessed met geurkaarsen. En ze hadden er dus heel erg veel. Zoals je ziet hadden ze dus wel een paar herfstachtige dingetjes, zoals deze paddenstoeltjes die ik heel erg cute vond. Maar ja, meer dan dat hadden ze eigenlijk niet, voornamelijk heel veel planten. Al waren deze egeltjes wel echt mega cute. Het is jammer dat we geen tuin hebben in het nieuwe huis, want anders had ik ze sowieso gekocht. Maar ze hadden wel hele cute herfstvibe voederbakjes voor vogels en heel veel droogbloemen en dat vind ik altijd echt heel erg mooi. Maar goed, ik heb me dus ingehouden en geen pumpkin-achtige dingen, dus dat was een beetje een tegenvaller. Het is het begin van de herfst, dus genoeg winkels om nog naartoe te gaan. Voordat ik de video afsluit, wilde ik nog heel kort wat laten zien waar ik dus echt heel enthousiast over ben. Heeft helemaal niks met herfst te maken verder. Behalve dan dat als het slecht weer is, ik in ieder geval iets heb om te doen. Na, ik denk, een jaar twijfelen, heb ik uiteindelijk iets besteld. Ik heb het op bol.com besteld en het is dus tweedehands, omdat ik het nieuw niet kon vinden. De DVD-box gekocht van A Dead 70's Show. Met alle afleveringen van alle seizoenen. Hier ben ik dus echt heel erg blij mee. Ik vond het best wel spannend om het tweedehands te kopen, omdat ik dus bang was dat misschien de cd's gescratched waren. En ik ben heel erg blij dat ik dus een PlayStation 5 heb, want ik denk dat ik anders nooit een dvd-speler zou hebben. Dan zou ik dat weer apart moeten kopen. Vroeger was het volgens mij op Netflix te zien, maar ze zijn op een gegeven moment hun licentie kwijtgeraakt en nu staat het ergens wat wij in Nederland niet kunnen kijken. Super irritant. Maar goed, ik heb het dus op deze manier opgelost. Volgens mij was het iets van 70 euro, omdat het dus tweedehands was. Maar nu kan ik dus eindelijk weer mijn lievelingsserie kijken. Mijn favoriete serie, waar ik gewoon altijd weer een soort van warme gevoelens bij krijg. Ik vind deze serie echt amazing. En ik ben heel erg blij dat ik het weer kan kijken. En deze DVD-box heeft dus Nederlandse ondertiteling. En de cd's zijn allemaal echt super netjes nog. Dus ik heb gelukkig goed gegokt. Verder heb ik eigenlijk niet zoveel meer te vertellen. Behalve dan dat ik jullie wil bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dus nogmaals geen like te geven, te abonneren, een comment achter te laten. Laat weten wat je van de video vond of wat je graag zou willen zien in het vervolg. En natuurlijk of jullie net zoveel van herfst houden als ik. Ik ga lekker genieten van mijn pumpkin kussens. En dan zie ik jullie over 2 weken weer. Doeg!